Ja, goeiedag. Wat een prachtige bijeenkomst hier. Ja, dat vind ik ook. Ik ben verrast over de hoeveelheid mensen die zijn gekomen. Kunt u kort uitleggen waar het precies voor is, deze bijeenkomst? Mijn tante, mevrouw Dieters Noordzij, die had altijd het schilderij van haar opa in huis, Maarten Noordzij, die hier hoogleraar was. Ze heeft eigenlijk besloten om dat schilderij aan Kampen te geven, samen met die miniatuurtjes van zijn schoonouders. Omdat haar opa Noordzij, Maarten Noordzij, hier hoogleraar was, hier gewoond en gewerkt heeft. En er is inderdaad ook een straat naar hem genoemd. Ik ben daar ook wel eens wezen kijken. We hebben er ook foto's van. Weet je, van dat bordje, de Noordzijstraat. Het is op Zuid, is dat. En het is een prachtige bijeenkomst. En het museum is er heel blij mee. Dat geloof ik wel. Ja, tenminste, dat hoop ik. Want ik vind het erg. Ik vind het zelf ook echt heel leuk dat het hier naartoe is gegaan. Want ja, kijk, wij zijn ook nazaten van Maarten Noordzij. Maar wij hadden echt zoiets van, waar kan het beter terechtkomen dan in Kampen? Waar gewoon zijn hele geschiedenis ligt. En dus we zijn ook blij dat tante dat zo besloten heeft. U wou het zelf niet hebben, maar ik vind het wel een heel mooi schilderij. Nee, dat klopt. We wilden het niet hebben. Niet omdat we het niet mooi vinden of niet omdat het van ons deel ook uitmaakt van onze geschiedenis. Maar gewoon omdat het veel meer tot zijn recht komt als het hier is. Waar deze man geleefd heeft, waar die zijn kinderen heeft gekregen, waar die heeft gewerkt en waar gewoon zijn leven ligt. Waar kan het beter zijn dan hier? Want u heeft wel een heel mooi verhaal verteld over uw familie. Dat was heel interessant. Nou, fijn om te horen. We zijn met René van Mierlo, conservator van het Stedelijk Museum. Ben je blij met de gift? We zijn zeker blij met deze aanwinsten, tuurlijk. Anders hadden ze ook niet aangenomen natuurlijk. Hoe kreeg je dat bericht? Hoe hoor je dat eigenlijk? De contacten gaan eigenlijk al heel lang terug. In de jaren 90 is er al eens een keer een schenking deze kant opgekomen van mevrouw Dieters Noordzij. Een aantal portretten, een daarvan hangt ook op zaal. En ja, toen ze blijven toch aan het. Ze heeft in 2004 nog meegewerkt aan de tentoonstelling van 150 jaar Theologische Universiteit in Kampen. En ja, met tussenpozen zijn die contacten eigenlijk zo blijven bestaan en voortgezet. En op een gegeven moment viel er een brief binnen via de testamentaire executeur of wij geïnteresseerd waren in dit schilderij en de twee miniaturen. En dat zijn we om meerdere redenen. Voegt het iets toe aan de collectie? Het voegt op twee manieren iets toe aan de collectie. We zijn een museum wat ook veel portretten heeft. Wat dat ook al te zien is aan de raamgordijnen, de visitekaartjes, het briefpapier dat we gebruiken. Van bekende kampenaren en onbekende of minder bekende kampenaren. Anderzijds is het toch vrij uniek dat dit schilderij door Jan Voerman is gemaakt. Het werd hier net ook al gememoreerd. Voerman, vooral bekend als koeienschilder, wolkenluchten, ijzergezichten. Maar portretten, daar associeer je Voerman niet mee. Terwijl hij juist die, niet uit liefde, maar enerzijds toch wel noodgedwongen door zijn leermeesters aan de academie, wel het vak moest leren. En daar is dit portret blijkbaar ook uit voortgerold. Dat is wel een echte voerman. Dat is wel een echte voerman, ja. Hij is gecontroleerd. Ja, hij is gecontroleerd en blijkt ook uit papieren en briefwisselingen en dergelijke. Ik feliciteer hem met deze nieuwe aanwinst. Ja, en ik neem de felicitaties graag in ontvangst.